Mats Wieven, wat gebeurt er allemaal in de kleedkamer? Ja, het is behoorlijk feest nu op het moment. Dus ja, ik heb zelf ook persoonlijk nog nooit een prijs gepakt. Dus ja, ik denk dat meerdere dit hebben. Dus ja, het is heel mooi, ja. Ja, want na het mislopen van die eerste periode, hoe graag wilden jullie deze periode winnen? Nou, niet per se liever of dat je hem echt meer wil winnen. Maar het is wel natuurlijk een prijs. We wisten als we winnen, dan hebben we hem sowieso. Maar ja, als Ajax dan ook nog gelijk speelt, ja, dan ben je eigenlijk officieel helemaal eerste. Dus ja, dat is natuurlijk helemaal mooi. Dus ja, eigenlijk zijn we vooral ook blij dat we gewoon gewonnen hebben. En dat we, ja, dat we er nog steeds heel goed voor staan. Ja, die play-offs bereiken was één. Het geeft wel een extraatje dat je ook die periode prijs pakt. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ik ben er gewoon heel blij mee. En ik denk iedereen hier bij Excelsior. Nou, toch, ja, vorig jaar was heel moeizaam. Dus ja, dat we dan nu zo goed presteren en dat we dan ook die periode pakken, ja, dat is alleen maar mooi. Ja, wat is nou het grootste verschil met vorig jaar? Ja, ik denk vooral dat we het met het hele team doen. Je ziet ook iedereen rent achter de bal aan. En vooral echt druk zetten met z'n allen en terug met z'n allen. Ja, het is gewoon een beetje echt een collectief samen. Dus ja, ik denk wel dat dat het grootste pluspunt is. Ja, want ook toen het even moeilijk werd in de tweede helft, werd het zelfs nog spannend. Bleef het team wel knokken. Mooie kopbal van mij. Mooie kopgoal, ja. Ja. Dus ja, op het laatste is dan toch wel even billen knijpen nog. Ja, er is eigenlijk niks aan de hand tot ik hem erin kop. Ja, en dan moet je nog 10 minuten, volgens mij was het ongeveer, ja, nog hopen dat hij niet valt bij hun. Dus ja, dan moeten we allemaal terug. Ja, dan zie je ook wel dat we in principe niet echt meer wat weg hebben gegeven. Dus ja, dat is alleen maar positief. Ja, en dan is die wedstrijd afgelopen. Dan moet je wachten op het resultaat in Os. Ook wel bijzonder, denk ik. Ja. Ja, nou, we hoefden niet per se. We wisten eigenlijk al wel dat we hem hadden. Alleen, je bent dan toch officieel eerste. Dus ja, dat is mooier dan dat je eigenlijk tweede bent en hem dan pakt. Dus ja, dat was uiteindelijk nog wel leuk. Ja, dan kon het toch nog even gevierd worden met de supporters die buiten stonden. Ja, dat was ook wel een leuk moment, denk ik. Ja, het was wel leuk dat ze even achter het hek stonden en zo. Dus even een klein feestje achter het hek. Dus mooi. Want hoe groot is het gemis dat je voor lege tribunes speelt, juist als je zo succesvol bent? Ja, dat is natuurlijk iedereen die denk ik voor Excelsior is. Ja, die vindt dat. Het is eigenlijk, dit seizoen gaat het allemaal vrij goed. Dus ja, dat is alleen maar jammer voor hun en ook voor ons. Want we missen de aanmoedigingen soms wel. We hadden sommige wedstrijden tegen Almere. Dat je misschien toch met die supporters erbij, dat het misschien wat anders was gelopen. Maar het is eenmaal niet anders. En toch leuk dat ze er waren. Periodetitel, tweede plek. Hoe ver gaat dit team komen, denk jij? Nu moeten we misschien toch wel. We zijn nu bijna op de helft en we staan nog steeds tweede. Dus nu moeten we toch kijken om echt rechtstreeks te promoveren. We kunnen wel blijven zeggen periode, maar we hebben nu die periode. Dus play-offs is er sowieso. Dus ik heb er alle vertrouwen in en ik denk wij allemaal wel. Ja, het is nu echt feest in de kleedkamer. Woensdag wacht gewoon weer een hele andere wedstrijd. Ja. Ja, zeker. Ja, dat is helemaal een test voor ons dan. Hoe we ervoor staan en hoe het gaat. Maar ik denk dat iedereen daar veel zin in heeft. En we kunnen ons allemaal laten zien in dat soort wedstrijden. Hadden we vorig jaar ook met Vitesse. Dus dat zijn wel echt mooie wedstrijden om te spelen. Ja, en ik heb er al wel vrij veel zin in, moet ik zeggen. Nu nog even feesten. Ja, komt goed.